Vandaag blikken verslaggevers terug op hun meest opmerkelijke verhalen. Vandaag collega-verslaggever Ferry Stoop. Hij liet in 2006 samen met hacker en activist Rob Gongrijp zien dat de stemcomputer onveilig, onbetrouwbaar en makkelijk te kraken was. Alle stemcomputers belanden toen op de schroothoop. En sindsdien stemmen we weer met het rode potlood. Frauderen met een stemcomputer is vreselijk makkelijk. Stemcomputers, makkelijk, snel en volgens de Nederlandse overheid 100% betrouwbaar. Maar de stemcomputer is zo lek als een mandje. Dat toont Eén Vandaag in 2006 aan in een spraakmakende reportage. Ik vind het heel ernstig dat ambtenaren op ministeries, ministers, iedereen die zich, kamerleden ook, die hebben ook zitten slapen. Ongelooflijk dat ze dit systeem zo lang hebben door laten gaan en niet hebben nagedacht en niet erin zijn gaan duiken van kan dit wel, zo'n belangrijk systeem als de verkiezingen, waarom zullen we dat door een brakke computer laten doen? Eén Vandaag bestaat 20 jaar. Verslaggevers kijken terug op een bijzonder onderwerp dat zij in het verleden hebben gemaakt. Vanavond Ferry Stoop. Hij maakte in oktober 2006 een even onthullende als verbijsterende reportage over de stemcomputer. 16-jarige jongens kunnen inbreken op dit soort computers. Samen met de actiegroep Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet doet Eén Vandaag vlak voor de gemeenteraadverkiezingen van 2006 onderzoek naar de stemcomputer. Hij wordt volledig binnenstebuiten gekeerd. TNO uit Delft keurt de computer eerder goed. Maar dat blijkt een gigablunder. Want hij heeft geen serieuze beveiliging, zo blijkt. Hoe kan het dat de Nederlandse overheid de uitslag van de verkiezingen toevertrouwt aan zo'n matig apparaat? Bijna niemand in de hele overheid wist hoe het hele proces in elkaar stak. Maar 4 mensen in de hele overheid wisten precies hoe dat hele proces, hoe die hele computer werkte. Voor de rest niemand anders. En er werd gezegd TNO testen, dus het zal wel goed zijn. Dit is feitelijk een brakke oude huiscomputer. Ik had het helemaal niet verwacht. Je zou toch zeggen, zo'n proces, dat zou wel helemaal dichtgetimmerd zijn. Daarvan zou iedereen wel weten dat dit werkt oké. Het was totaal tegenovergesteld. En het gaat eigenlijk niet alleen om het feit dat je erop kan inbreken. Het gaat ook om het feit dat wat gebeurt er met jouw stem als je op die knop drukt. Je drukt op een knop, wat gebeurt er dan vervolgens? Dat kan je niet zien. En de kieswet zegt, een kiezer moet kunnen zien wat er met zijn of haar stem gebeurt. En dat kan niet met zo'n computer helemaal niet, als er mee gefraudeerd is of gemanipuleerd. Voor het onderzoek was natuurlijk wel een stemcomputer nodig. En hoe kom je daaraan? Nou, daar was een journalistiek handigheidje voor nodig. Uiteindelijk hebben we een gemeente gevonden die zo dom was om ons dat ding mee te geven. Dus wij zijn naar die gemeente toegegaan, hebben gezegd, de verkiezingen komen eraan in 2006, de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hebben onze computer meegegeven, omdat we hadden verteld, daar willen we mooie shots van maken. En toen hebben we hem meegenomen van die gemeente. Maar het blijft niet bij mooie shots alleen. De computer wordt volledig gedemonteerd. Als gevolg van dit onderzoek wordt er tijdens de verkiezingen een maand later gewoon weer ouderwets met potlood gestemd. Veel veiliger. En toch overweegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken het rode potlood en het papieren stembiljet opnieuw in te ruilen voor een stemcomputer. De minister onderzoekt of de computer bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 weer ingevoerd kan worden. Keert de stemcomputer misschien weer terug? Dat vraagt om uitleg. Ik heb een afspraak met minister Plasterk op het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Het zou natuurlijk voor mensen ideaal zijn als we elektronisch zouden kunnen stemmen. Het is gebruiksvriendelijk, het is voor mensen met een beperking vaak beter te gebruiken. En het leidt natuurlijk tot het bijna onmiddellijk paraat hebben van de verkiezingsuitslag, zodat je niet tot midden in de nacht hoeft te wachten. 5 jaar geleden ging deze stemcomputer in de ban. Maar inmiddels is het 2013, zegt Plasterk, en zijn computers beter en veiliger geworden. Hoog tijd dus voor terugkeer van de stemcomputer. En dat we dan bij de Tweede Kamerverkiezing 2017, als het technisch mogelijk is, elektronisch kunnen gaan stemmen. Maar is het wel verstandig om de stemcomputer opnieuw in te voeren? En zijn de problemen uit het verleden nu opeens verdwenen? Er wordt nu weer nagedacht over stemcomputers, maar dat is op basis van een soort gedachte dat de wereld verder is en dat er nu minder risico's zijn in de ICT en dat we de problemen van toen wel de baas kunnen. Terwijl het feitelijk natuurlijk zo is dat er alleen maar meer problemen zijn. Potlood of computer? De discussie is weer van voren af aan begonnen. De vraag is, wat is er sinds 2006 veranderd? We gaan op pad met hacker en activist Rob Gongrijp. Hij was de hoofdpersoon in de Eén Vandaag reportage in 2006. We zijn bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Gelukkig is er nog een stemcomputer bewaard gebleven.
Nou, hier staat hij. Wat voor herinneringen brengt dit bij je naar boven? Ja, ik weet nog dat hij bij mij thuis binnenkwam. Dat was wel spannend. Eindelijk. We hebben natuurlijk heel lang beweerd van deze machine is niet veilig. Er is van alles mee aan de hand. En toen kwam hij eindelijk en toen konden we dat gaan bewijzen. Dit is 100% betrouwbaar. De machines die wij hier hebben staan, die hebben de TNO-goedkeuring. Dus we gaan ervan uit dat dat dan veilig is. We hebben daar geen problemen mee gehad. Absoluut niet. Je kunt niet frauderen. Maar het apparaat bleek onbetrouwbaar en verkiezingsfraude was een makkie. Weet je nog hoe die werkt? Ja, ik moest even nadenken, maar volgens mij weet ik het nog. Dit is de ultraveilige sleutel. Standaard in gebruik op allerlei kantoormeubilair. Er is er gewoon maar één van. En die kost $1 als je hem online bestelt. Dus één sleutel voor 10.000 stemcomputers? Eén sleutel voor 10.000 stemcomputers, ja. Die past er op allemaal? Die past er op allemaal. Rob Gongrijp liet Nederland weer met het rode potlood stemmen. Hier ging je er dan in. Dan draait je deze schroefjes los en dan kon je die chips vervangen. Zijn actiegroep Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet liet zien dat het stemproces niet transparant is. PvdA heeft 2 stemmen en... Nee maar, de frauderende partij 2006 heeft gewonnen met 5 stemmen. Daar hebben we toch niet op gestemd. En dat de computers met gemak zijn te kraken. De voorzitter sluit de verkiezing. Je mag de sleutel weer naar links draaien. De oude stemcomputer op de Radboud Universiteit is verplichte kost voor de studenten van de opleiding Cybersecurity. Leren van de fouten uit het verleden. Hoogleraar Bart Jacobs geeft college op de Radboud Universiteit. En waarom is potlood en papier dan nog steeds zo veilig? Potlood en papier geef je een bewijs van wat er gestemd is. Dat kun je bewaren en als er twijfels zijn, dan tel je het gewoon nog een keer. Totdat iedereen het erover eens is van ja, dit is de uitslag. Maar als je dat tellen door een computer laat gebeuren en er is vervolgens twijfel over, dan kun je alleen maar zeggen, ja, de computer heeft het gezegd. Nou ja, we weten dat computers soms wel eens dingen zeggen die niet kloppen. Hoogleraar Jacob speelde een belangrijke rol in mijn reportage van 2006. Hij bevestigde onze bevindingen. Fraude met stemcomputers blijkt een fluitje van een cent te zijn. De beveiliging van die dingen is zo lek als een mandje. Kan je fraude plegen met een stemcomputer? Zeker, je kunt fraude plegen met een stemcomputer op het moment dat je controle hebt over het apparaat. En dus overal bij komt. Ik weet dat het een interview bij mij thuis was. En dat inderdaad behoorlijk veel in gang heeft gezet. Dit past niet meer in deze tijd. Ik weet dat ik daarna, in de week daarna, gebeld ben door iemand van het ministerie. Die zei van ja, we moeten hier serieus naar gaan kijken. En toen is de commissie Kort als Altus gekomen, waar ik lid van ben geweest. In 2008 nam de commissie Kort als Altus het geblunder met de stemcomputers onder de loep. De commissie kwam met keiharde conclusies. Die zouden leiden tot het einde van de stemcomputer in Nederland. Diverse gemeenten stemmen op 22 november weer ouderwets met potlood en dit vertrouwde papier. Omdat de veiligheid van de computers niet garanderen valt. Das Bundesverfassungsgericht. Ook in het buitenland zag men de Een Vandaag reportage. Bij onze oostenburen ontstond veel kritiek op het apparaat. Het hoogste federale hof van Duitsland onderzocht de stemcomputer en deed uitspraak. En die heeft gezegd, en dat vind ik wel een mooie uitspraak, het stemproces moet zo in elkaar zitten dat iedere burger moet begrijpen hoe het werkt. Het gevolg van die uitspraak is dat stemcomputers in heel Duitsland nu verboden zijn. Ook Duitsland ging terug naar potlood en papier. Dat was 2009. Maar Rob Gongrijp was nog lang niet klaar met zijn missie. In 2010 ging hij naar India, een groot land met 1,3 miljoen stemcomputers. We hebben gezamenlijk kunnen kijken naar die stemcomputer en we hebben vastgesteld dat het eigenlijk vrij makkelijk was om daarmee te manipuleren. We hebben dat ook laten zien, net als in Nederland. We made the machine cheat by tampering with the hardware. We opened the machine and replaced the real display with this dishonest look-alike version, which lies about the election results. Dus ook daar speelt nu die discussie en is de fase beëindigd dat de overheid kon zeggen van ja, gelooft u ons nou maar, het is allemaal wel goed. Ja, dus jullie hebben daar de boel ook redelijk wakker geschud. Ja. Maar nog steeds is hij de stemcomputer daar. Ja. Nou ja, goed, het is een land van 1 miljard mensen. En ze zitten daar natuurlijk met een gigantisch probleem. Je kunt niet zomaar van de een op de andere dag het verkiezingsproces ombouwen, veranderen. Are the electronic voting machines used across the country vulnerable to hacking? One professor decided to find out for himself. And these machines are very hackable. So if a machine is unsupervised for more than a minute, someone could get to it and put in a virus or a hack. It takes only about a minute with an unsupervised machine to insert the virus.
Het begon allemaal in Ierland. Dat zette als eerste de stemcomputer aan de kant in 2004. De Amerikaanse staat Florida volgde in 2007, Nederland in 2008 en Duitsland verbood hem in 2009. En het apparaat staat nu dus ook in India ter discussie. Toch wil minister Plasterk weer terug naar de stemcomputer. Als het kan, als het verantwoord kan, dan zou ik graag overgaan op elektronisch stemmen. Er zijn veel landen in de wereld waar wel elektronisch gestemd wordt. Zo'n idiote gedachte is dat op zichzelf niet. Maar dat hangt er net even vanaf hoe je het doet, welk materiaal je gebruikt, hoe je het organiseert. En we kunnen ook leren van de fouten van anderen. De rij aan stembureau 14 is een pak langer dan aan de andere bureaus in deze school. Dat komt omdat er al vanochtend vroeg problemen waren met de computers en het bureau gewoon niet open kon. Bij de Belgische verkiezingen van vorig jaar wordt een splinternieuwe stemcomputer gebruikt. Het gaat helemaal mis. Dat is een echte schande. Blijkbaar een technisch probleem? Een technisch probleem. In België werkt niks dat niet wordt ingevoerd. In de andere bureaus hier is er minder miserie. Af en toe slaat er wel een computer tilt. Een alarmpje. Er is een alarmpje. Ja. Het is niet erg voor mevrouw. Het is niks aan de hand. Het zou zomaar kunnen dat we een bizar overheids-ICT-project ingaan wat 100 miljoen kost. Wat dan net als in België vreselijke resultaten oplevert. Helemaal niet een mooi, clean stemproces, maar juist een puinhoop met lange rijen en een uitslag die dan betwist kan worden. Het zou zomaar helemaal mis kunnen lopen. U zet eerst de partij op, ja. Dan de naam eronder en dan drukt u op de naam die u gekozen hebt. Ja. Het gaat nu vrij laat hoor. Even kijken. Ja, u kunt. Ja, ik heb het. Maar wie wil er nou inbreken op ons Nederlandse verkiezingssysteem? Nou, daar moet u niet te lichtvaardig over doen. Hoogleraar Jacobs waarschuwt minister Plasterk voor aanvallen van buitenaf. Maar er zijn een aantal landen in de wereld die wel zeker capaciteit hebben om bij ons in de ICT-infrastructuur in Nederland in te breken. En in het verleden is dat zelfs al gebeurd bij DigiNotar. We hebben in Nederland wel een paar jaar geleden een grote DigiNotar-aanval gezien, waarbij land als Iran naar alle waarschijnlijkheid toch binnengedrongen is in de kern van onze ICT-infrastructuur. Ook in systemen waarvan wij dachten die zijn onkwetsbaar en die blijven onder alle omstandigheden draaien. We zijn er met grote schrik achtergekomen dat dat niet zo is. Verder moeten we gewoon niet willen. Dit wordt een heel duur project, heel moeilijk. En dat vertrouwen wat je moet hebben, dat bijna absolute vertrouwen wat je moet hebben in dat proces, is op geen enkele manier te garanderen. VVD, GroenLinks. Ja, en de onderzoekscommissie elektronisch stemmen die minister Plasterk heeft ingesteld, die komt eind van dit jaar met haar conclusies.